levert het weer een friet. En in de jaren 50 werd hij een begrip als de spekpater. Hij was een Norbertijn die er niet mee inzat zijn witte pij vuil te maken. Hij was een man van de actie, alles in dienst van het katholieke geloof en de naaste liefde. Ook voor de Duitsers, het volk dat nog altijd voor de vijand werd aangezien. Werenfried werd de bezielende kracht achter Oostpriesterhulp en de bouworde. Hij schuimde de koffietafels van de Boerinnenbond af en ging rond met de hoed. Katholiek Vlaanderen en zelfs Rome raakten in de ban van deze moderne bedelmonnik. Het geld stroomde binnen, maar de kritiek was even hevig als de bewondering. Zijn strijd tegen het heidendom kreeg politieke dimensies. Ondertussen is de rust in de abdij van Tongerlo teruggekeerd en roepen we herinneringen op. Dit is de historie van de spekpater. Toen het voor de eerste maal kerstmis werd, waren de wegen naar Bethlehem vol mensen die zich haasten naar de stad van David voor de volkstelling. In het gedrang werkten ze met handen en voeten om vooruit te komen, want ze wisten wel dat alleen de eerstkomenden kans hadden nachtverblijf te vinden. En gelijk het dikwijls gaat, zo ging het ook toen. De rijksten en sterksten, te paard of in zware karossen, verdrongen de kleinen op hun ezeltjes en kregen de beschikbare ruimte in de herbergen. En voor Maria, die Christus droeg, was geen plaats meer. In 1934 is Philip van Straten 21 jaar oud. De Nederlandse jongeman heeft besloten om Norbertijn te worden. Hij biedt zich aan in de abdij van Tongerlo in Vlaanderen. Norbertijnen combineren contemplatie met actie. Na ruim 10 jaar kloosterleven wordt Philip, die voor de kloosternaam Werenfried kiest, onder andere belast met de redactie van het abdijblad Toren. De oorlog is dan net achter de rug en Werenfrieds grote thema is de naastenliefde. Elke oorlog is iets wat voorkomen tegen de naastenliefde is. En dus daarom moeten we ook allemaal tegen een oorlog zijn. Maar dus in een oorlog zijn er altijd twee partijen. En dus iedere partij denkt dat hij gelijk heeft. Hè? En ik heb, ben erin geslaagd om de hele oorlog lang tussen de partijen te blijven staan. Voor mij was deze Tweede Wereldoorlog een strijd van de heidenen tegen de heidenen om de dingen van deze wereld. En dus had niets met het christendom te maken. Duitsland ligt in puin. Eigen schuld, vinden veel Europeanen. Maar binnen de katholieke kerk denkt men daar anders over. Oud-hoofdredacteur van de Gazet van Antwerpen, Louis Meerts, engageert zich in de beweging Katholieke Eenheid. De stichter van Katholieke Eenheid was dus pater Valerius Klaas, een kapucijn. En na de oorlog was hij zo bezeten door de gedachte, kijk, Duitsland is in elkaar gestort. Die hebben zoveel jaren het heidens nazisme gekend. Als wij een nieuwe Europa willen bouwen, dan mogen wij die niet in een geestelijke chaos laten verzinken. Daar moeten we iets voor doen. We hebben gezegd, we kunnen een land als Duitsland niet laten creperen midden in Europa. Dat werkt als een lijk een ontbinding, dat zal alles aansteken. We moeten dus daar helpen en we moeten dus daar weer contacten zoeken. En daarbij hebben we aangesloten. En wij waren in Katholieke Eenheid eigenlijk de helpende arm. Op de conferentie van Potsdam in 1945 is de kaart van Europa grondig bijgewerkt door Truman, Churchill en Stalin. Grote lappen van oostelijk Duitsland worden bij Polen gevoegd. De Duitsers moeten daar weg. Om en bij de 14 miljoen mensen worden er weggejaagd. Ze verhuizen naar het westen van Duitsland, maar daar staat niemand hen op te wachten. Werenfried beschrijft hun lot in zijn kerstverhaal van 1947. Een verhaal dat ook in Rome wordt opgemerkt. Dat artikel werd gelezen door de generaal-abt van onze orde, die eigenlijk ook een lid van de abdij van Tongerlo was. Dat was Monsieur Noots. Dus die las dus mijn artikel in het blad van de abdij. En dus toen Monsieur Noots bij de paus geroepen werd, bij Pius XII, en deze hem verzocht in België
een hulpactie te organiseren voor die verjaagde Duitsers. Het ging over 14 miljoen Duitsers en over 6, 7 miljoen katholieken. En minstens 3000 priesters die verjaagd waren. En dus overgebracht waren naar Duitsland. En terechtgekomen waren in een totaal verwoest land. Waar geen werk was, waar geen eten was. En waar ze bovendien ook nog geestelijk volledig ontvreemd waren, omdat de meeste katholieken kwamen terecht in protestantse streken en de protestanten in katholieke streken. Werenfried gaat zelf op onderzoek in Duitsland, samen met een paar jonge journalisten. En daar zagen wij voor de eerste keer die vreselijke ellende van die vluchtelingen, die vertriebenen, die er inderdaad werkelijk in afschuwelijke omstandigheden morele nood, maar ook materiële nood. En weet je nog iets? Kijk, voilà. Dat is het. Ja, en wij waren bijna, ik zou zeggen, veroverd door die man. Niet zozeer door zijn welsprekendheid, maar door de feiten die hij toonde. In Frankfurt bijvoorbeeld, Frankfurt aan de Main, stonden toen nog enorme bunkers die het Hitlerregime gebouwd had tegen de luchtaanvallen van de geallieerden, waren enorme forten. En die werden ter beschikking gesteld van die vluchtelingen. Ja, ze lagen met honderden in de meest afzichtelijke voorwaarden, zonder de minste privacy. Er waren tussen de gezinnen en de koppels werd er gewoonlijk een deken gespannen. En achter dat deken hoorde je alles wat er gebeurde. Wat dus meebracht dat er ook een enorme morele promiscuïteit was. En Werenfried zei, dat kan dus niet. En dus we hebben opnieuw een soort van korps nodig van gedreven en gezonde priesters. Geen zieken, maar dus opnieuw mannen die opgewassen zijn tegen hun taak. En dus ik herstel eerst dat korps van priesters. Als ik dat heb, kan ik verder gaan. In november 1948 komt Werenfried voor het eerst in Königstein, 25 kilometer van Frankfurt. In een oude kazerne richt prelaat Kinderman een seminarie in voor verjaagde priesterstudenten. De kazerne wordt het hoofdkwartier voor het pastorale werk bij de vluchtelingen uit het oosten. Hier worden de keurtroepen gevormd waar Werenfried zich voor gaat inzetten. Uit het seminarium zijn 465 priesters zijn eruit voortgekomen. En toen was het zielzorgelijk en van toen af aan heten wij ook Oostpriester van 48 was dat. Hè? In 48 ben ik de eerste keer in Königstein geweest. En daar hebben we dan de plannen gemaakt hoe we het beste konden helpen. Duitse priesters zijn in die dagen nauwelijks te herkennen. Ze zijn even berooid als de vluchtelingen zelf. Daar wil Werenfried ook wat aan doen. Hij begint aan zijn eindeloze bedeltochten. Dus dit is de beroemde miljoenenhoed. Daar bedel ik al 50 jaar mee. En hij is nogal een beetje beschadigd. Er zitten een paar gaatjes in en dan zeg ik gewoon, er zitten een paar gaatjes in. Dus beter geen munten, maar liever papiergeld. Hè? En dus hier is verschrikkelijk veel geld ingekomen. En het is altijd dezelfde hoed. Onder de oorlog heb ik deze hoed gewoon gedragen. En na de oorlog, toen ik de eerste keer uit Duitsland terugkwam, van de hand Gods geslagen, kwam ik hier in de abdij. En er was een retret van priesters was er bezig. En dus de pater van de retret zei, je moet eens komen onder de recreaties, dit komen vertellen. Dus, en ik heb daar verteld. En de eerste collecte hier heb ik gehouden voor dikke Vlaamse pastoors. Hè. En het was een goede collecte. En sindsdien heb ik altijd met deze hoed gecollecteerd. Hè. Een goede hoed. Hè. Monseigneur Kruisbergs, voorzitter van de Boerenbond, nodigt Werenfried uit om op de koffiefeesten van de Boerinnengilde te komen spreken. Spreken en preken worden zijn belangrijkste taken. En de boerinnen bezorgen hem zijn vreemde bijnaam.
Maar ik dacht ineens, maar mens, die boerinnen die hebben geen geld meegebracht naar dat koffiefeest hier. Hè? Dat doen die niet. Hè? Ik zei dus een collecte, maar ik wil geen geld. Grote verbazingen. Ik zei, maar thuis heb je zeker een stuk spek, hè, gerookt spek of gezouten spek in de schouw hangen. Je gaat nu naar huis, een flink stuk afsnijden en je brengt dat vanavond nog naar de pastorie. En morgen kom ik met een camion, of met twee camions als het moet zijn, om dat spek af te halen. De volgende morgen heb ik 1400 kilo spek dus daar afgehaald. Hè. Dat was een groot succes. Toen ik dan in Turnhout was en een beetje te laat kwam, en ik kwam binnen en een dikke boerin zei, daar is de spekpater. Hè. En dus sindsdien heet ik spekpater. De volgende dag stond in de Vlaamse Linie met blokletters. En die naam heeft heel veel geholpen. Mijn moeder was eigenlijk verontwaardigd. Die dacht dat het tegen de eerbied voor het priesterschap was, maar die naam heeft me veel geholpen. En dus het is nog, ik heb veel namen gekregen, maar dus dit is de naam waar ik het meeste van hou. Oostpriesterhulp krijgt al gouden allure van grote legermanoeuvres. De organisatie koopt een kleine vloot vrachtwagens die worden omgebouwd tot kapelwagens. Ze reizen rond in België en Nederland en halen overal kleren en voedsel op. Daarna gaat het richting Duitsland. Daar doen de kapelwagens de Duitse dorpen aan. Ze dienen dan een week lang als noodkerk. Bij gebrek aan klokken draaien de priesters grammofoonplaten met het gebeier van de klokken van Rome. Behalve mobiele kerkjes zijn de kapelwagens ook distributiecentra voor kleren en voedsel. De wagens vormen een machtig wapen om het katholieke geloof op het platteland te bewaren. Maar ze konden onmogelijk alle dorpen aandoen. Werenfried stippelde hun reisroutes niet zelf uit. Dus dat gebeurde door de zielzorgsambten in Duitsland, in elk bisdom. We hadden contact met de bisschoppen natuurlijk. En de bisschoppen dus die wezen aan waar de gebieden waren waar ze nodig waren. En dus dan de concrete voorbereiding. En dus die werd in Königstein geregeld door de Duitsers. Het was zeer goed georganiseerd. En dus wij leverden nou in de kapelwagens en we hadden misschien een 140 kapelwagenpriesters die dus één of twee keer per jaar op de kapelwagen dienden. Oostpriesterhulp wordt een bedrijf. Maar een bedrijf dat in het begin vanuit de losse pols wordt geleid. Werenfrieds confraters maken zich daar zorgen over. Hij krijgt een echte secretaresse. Pater Werenfried, dat weet iedereen nu, die is impulsief. Die zegt, ik ga voor die mensen iets doen. En hij weet niet hoe hij het zal doen of waar het geld vandaan zal komen, maar hij zal het doen. Hè. En hij doet het ook. Hè. En dus toen ik daaraan kwam, had hij, ik geloof 326.000 frank schuld. Ik herinner me dat getal, omdat het voor mij zoiets enorm leek in die tijd. Hè. Ik verdiende toen, waar ik vandaan kwam, 6.000 frank per maand. En bij hem begon ik aan 4.000. Dus ik wou niet profiteren van de vluchtelingen. Hè. En dan zijn wij begonnen. Hij ging preken, hè. Pater Werenfried ging preken en dat bracht zeer veel geld binnen. Want hij kon de mensen echt ontroeren. Het is niet een emotioneel man. Het is een zeer welsprekend man. En hij kan zich geven in een toespraak. Maar hij controleert het. Hij controleert zijn welsprekendheid. En hij kent de gevolgen van zijn welsprekendheid. Dus het is ook een tacticus. Maar het is in elk geval een zeer charismatisch man geweest. De spekpater wordt een begrip in katholiek Vlaanderen. Ook de scholieren leren hem nu kennen. Schoolklassen worden aangespoord om priesters te adopteren. Die moesten bidden en voor die priester. Die schreven elke maand een mooie brief. De priester schreef terug, daar waren bruggen over de grenzen. De kinderen spraken erover thuis, de familie leefde mee. Daar werd een volksbeweging. Want ik ben ervan overtuigd dat we met Oostpriesterhulp niet alleen de Duitsers een dienst bewezen hebben, maar een veel grotere dienst aan ons eigen volk, omdat we ze weer geleerd hebben echt christelijk te zijn. Toch leeft er ook bij sommige Vlaamse katholieken nog veel wrok en zelfs haat ten opzichte van de Duitsers. Natuurlijk werd ik schuldig van nationalisme en van Vlaams extremisme. Daar heb ik dus heel veel tegenstand tegen gehad. Dus zelfs van geestelijk. Ik weet dat ik ergens gesproken heb in Brussel.
En dus daar na mijn voordracht over de heimatvertrepene Duitsers en dus de toestand, stond een priester recht en die zei: ik ben in een concentratiekamp gezeten, zoveel jaar. Mijn gezondheid is geknakt, ik heb gezien wat daar gebeurd is. Hè. En ik begrijp niet dus dat u geen actie voor ons doet. Een van zijn moeilijkste momenten beleeft Werenfried in het Oost-Vlaamse Vinkt. Het dorp treurt nog om tientallen mensen die in mei 1940 door de Duitsers zijn vermoord. En uitgerekend op die plek komt iemand 10 jaar later over hulp aan Duitsland praten. Komt zaterdagavond aan de pastorie en de pastoor zegt, die was van hoop, zei pater, het gaat niet, ze wil niet. De mensen zeggen, wat? Die pater hier? Hulp vragen voor de Duitsers, voor die schurken die onze jongens en onze zonen, onze mannen hebben doodgeschoten. Geen levende ziel komt er in de zaal. Hij kan voor lege stoelen spreken als je wil. En je hebt nog geluk dat die pater is, want anders hadden we hem op zijn bakkes geslagen. Ja, wat moest ik doen? En dan heb ik afgesproken dat ik de volgende morgen onverwachts in alle misten zou preken. Sommige inwoners van Vinkt herinneren zich de preek van die zondag nog altijd. Hij is op een zondagmorgen plots op de preekstoel gekomen en heeft gepreekt. Hij zelf was zeer gespannen, hij was nerveus. Iedereen was zeer verwonderd te horen dat hij daar sprak over Duitsland. Terwijl hier de mensen eigenlijk nog leefden in dezelfde omstandigheden als deze die hij beschreef in Duitsland. En na de eerste mis die ik zelf gedaan had, toen ik mijn dankzegging deed vooraan in de kerk. En toen de kerk leeg was, kwam er een vrouw naar voren en ze gaf me 1000 frank. En ze was weg voordat ik iets kon vragen. Maar de pastoor die zag ze vanuit de sacristie. En die zei, ja, dat is een boerenvrouw, een eenvoudige boerenvrouw, haar man, haar zoon en haar broer zijn doodgeschoten door de Duitsers. En zij was de eerste. 'S Avonds is zij dan op de parochiezaal gekomen. En er was nog een pater bij. Dat waren imposante mensen, jonge mensen, zeer vitaal. Die uitstraalden. En de manier waarop de mensen daar zitten naar luisteren hebben, was zwijgend, nadenkend, soms geschokt. Meegaande natuurlijk met zijn betogen, met zijn prediken, met zijn manier van aanspreken, die toch wel enige verlichting gaf in de harten van de mensen, zal ik zeggen, door het feit dat hij sprak over liefde en over vergevingsgezindheid, hoe groot ook het contrast was voor onze mensen hier in Vinkt. En dus helemaal op het laatst, ik heb niet om geld gebedeld of om spek, alleen om de liefde. En helemaal op het laatst heb ik gevraagd dat ze samen met mij zouden bidden voor de nood van de Duitsers. En die hebben gebeden met tranen in de ogen. Wanneer de eerste nood verholpen is, gaat Werenfried weer een stap verder. Een fiets is een mooi ding, maar als een priesters nu eens auto's hadden. Ik heb gezegd, dus vroeger toen Christus naar Egypte vluchtte, of dus als hij in Jeruzalem binnentrok, heeft hij altijd goede vrienden gevonden die hem een ezel geleend hebben. Nu heeft Christus geen ezel nodig, maar een Volkswagen. Een rijtuig voor God, dat was het dus slogan. Weer een fiets, flair voor publiciteit verricht wonderen. Deze keer schakelt hij de jeugdbeweging in om aan het nodige geld te komen. En wanneer de autootjes er eindelijk zijn, wordt dat ook met gepaste sier en ceremonie aan de buitenwereld getoond. In Vlaanderen gaan de ophalingen gestaag door. De Norbertijnen zijn wel niet afkerig van actie, maar dit wordt toch echt allemaal veel te druk voor de rustige abdij van Tongerlo. Zeer vlug groot geworden. Zo groot dat natuurlijk ook dat abdij van Tongerlo zei, ja, Oost-Priesterhulp moet een eigen entiteit worden. De abdij kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer vroeg of laat financiële moeilijkheden zouden zijn, dat je meer uitgeeft bijvoorbeeld
dan wat je binnenkrijgt, dat wij er zo moeten voor instellen. Dat moet op een ordelijke manier geregeld worden. Oostpriesterhulp krijgt een eigen huis buiten de abdij. Het fabriekje Oostpriesterhulp met een drukkerij, garages, ateliers. Dit wordt het domein van Staf Vermeulen, weer een Friets rechterhand. Vermeulen verfijnt de economie van de zielenzorg. Diep in de nacht keren de wagens terug naar de centrale te Tongerlo. Zwaar geladen met oude rommel. Oude rommel, een kostbare vracht voor wie de kunst verstaat uit afval- en recuperatiegoederen geld te slaan voor de kerk in nood. Bij die klederacties ontdekten we dat er dus goede kleren en slechte kleren gegeven werden. Dan hebben we die slechte kleren konden we moeilijk verzenden. Dan hebben we dus daar een lompenactie van voorgevoerd, waarbij we alleen lompen en oud papier verzamelden, wat ten gelde gemaakt werd. We hebben dan die actie ondergebracht in een afzonderlijke stichting, in een afzonderlijke VZW. Dat heette toen Liefdewerk Kerk in Nood. En dus dat Liefdewerk Kerk in Nood, dat had tot doel en tot opgave recuperatiemateriaal te verzamelen en dat recuperatiemateriaal ten gelde te maken. Wanneer dus de actie voor lomp, papier, oude kleren en dan ook de administratie van Oostpriesterhulp werkten wij normaal met tussen de 90 en de 100 mensen. De omzet, dat is moeilijker te zeggen. Daar zou ik dus de cijfers van het budget moeten kunnen nakijken. Die ken ik natuurlijk niet meer uit het hoofd, hè. Maar je kunt dus wel zeggen dat we elk jaar ongeveer met 15 à 20% gestegen zijn wat de inkomsten betreft. Er zijn nog miljoenen mensen in de wereld die leven in barakken, in bunkers, in massakwartieren, waarboven men schrijven kan, hier kunnen de 10 geboden gods niet meer onderhouden worden. Werenfried heeft weer een nieuw project, huizenbouw. Hij wil niet zomaar laten bouwen, de bouwers zelf zouden een soort orde moeten vormen, de bouworde. Adriaan van Koppenolle, een veroordeeld collaborateur, moet dat organiseren. Van Koppenolle was de eerste Belgische officier die voor de oorlog een doktersdiploma had, dokter in sociale wetenschappen. Was een echte intellectueel, maar als militair ook een organisator. En heeft dus zijn talent en zijn verstand ten dienste gesteld van Werenfried. En hij had in de gevangenis gezeten, eerst de doodsvoordeel, maar begenadigd. En na 5 jaar of 6 jaar is hij vrijgekomen, begenadigd. En dus ik dacht, als iemand begenadigd is door de staat, die kan ik toch ook in dienst nemen. En ik heb hem naar Duitsland dus gebracht. Hè. En daar heeft hij in Königstein heeft hij de hele organisatie, de gedachten en de werkmethodes van mijn bouworde voorbereid. Dakloze Duitsers kunnen een huis krijgen, maar dan moeten ze zelf ook een inspanning leveren. Ze moeten een deel van het bouwwerk op zich nemen, de kelders uitgraven of de riolering leggen. Maar onder de verjaagden zijn er veel gehandicapten, weduwen, kinderen en bejaarden. Ze kunnen dat basiswerk niet aan en de bouworde wil dat in hun plaats doen, alweer met een licht militaire schwung. In 1953 reist het eerste bouwkamp op in de buurt van Münster. De bouwers komen uit jezuïetencolleges. We zijn begonnen dus met 100 studenten van de jezuïeten in Münster. Helaas is tijdens dit bouwkamp is mijn abt, de abt Stalmans, is gestorven, wat een heel groot verlies voor mij was. En dus, maar het is dan voortgegaan. En dus in 1960 hadden we al 60.000, in dat jaar hadden we 60.000 bouwgezellen. Van, dus ook Duitsers en Fransen en Nederlanders en Zwitsers en zo deden mee. Was internationaal. Ze hadden 3 verplichtingen. De 3 B's, bidden, bouwen en betalen. Ze moesten dus ook nog een bijdrage in de kosten betalen. Die waren verzekerd en zo, dat was allemaal goed georganiseerd. Hè? De bouworde heet niet toevallig zo. Werenfried denkt echt aan een nieuwe religieuze orde. Uit deze massabeweging heeft zich een elite uitgekristalliseerd die hun hele leven eraan wilde wijden. En dus er was een architect bij en een timmerman en dus mensen die echt iets konden, een ingenieur. En dus die kwamen bij me, pater, je zou een orde moeten stichten en we willen daar geloften doen en ons hele leven eraan wijden. Hè?
Een nieuwe katholieke orde kan maar van start gaan als aan vier voorwaarden voldaan is. Een bisschop moet het project goedkeuren, er moet ergens een noviciaat bestaan, er moet een novicemeester zijn en een chef. In één week wordt dat allemaal geregeld. Frans Dens wordt de chef van de nieuwe orde. Die noviciaat vestigen ze in Sankt Floriaan in Oostenrijk. We zijn daar in februari toegekomen. Het waren twee huizen in de bergen. Geen licht, geen stromend water. Maar als jonge mensen stap je daar vlot overheen. We hadden er een heel goede indruk, maar het was niet onze plaats. We waren al allemaal mensen van half in de 20 en we wilden concreet bij de mensen zijn. We zijn daar maar 3 maanden gebleven. Dan vroegen we pater Werenfried of we begin van de zomer naar de bouwkampen konden. En hij was daarmee akkoord dat we dan in de winterperiode de vorming zouden verder zetten en in de zomerperiode gewoon met de andere bouwgezellen aan het werk zijn. De religieuze bouworde is geen groot succes. En met de wereldlijke krijgt weer een friet ruzie. Op bevel van zijn abt moet hij daar weggaan. Ja, ik ben kloosterling en dus ik heb dus 3 geloften. 1 gelofte is het geloof van gehoorzaamheid. Hè? En dus ik moet dus dat doen wat men over ze zegt. Werenfried was uit de bouworde weg, maar wij waren gekomen voor de bouworde. En ja, de keuze lag een beetje logisch, dachten wij, door het bouwordewerk verder te zetten en in de grote bouworde verder geëngageerd te blijven. Wanneer de toestand in Duitsland opgeklaard is, verlegt Werenfried zijn aandacht naar de communistische landen. Uit het Oostblok komen nieuwe vluchtelingen. Werenfried wordt een onverzoenlijk anticommunist. Communisme, dus dat is ja, een atheïsme. Er is geen God, hè? Dus weg met God. Zon, dus God is dood. Hè? Dus, het christendom is, we moeten voor God leven. En het communisme zegt het zwaartepunt hier. Hier moeten we ons geluk uit de aarde delven. En jullie met je toekomstig geluk in de hemel. Dus je verlamt hier dus de sociale vooruitgang enzovoorts. Hè? Dat is inderdaad... Dat is water en vuur. Hè? En vandaar dus dat ik natuurlijk dus, het anticommunistisch ben. Niet tegen de mensen, hè? Want ik heb daar vrienden onder. En dus die zijn dikwijls veel consequenter en offervaardiger in de beleving van hun ideaal als wij in ons christelijk ideaal. We kunnen daar dikwijls veel van leven, maar ze zijn op het verkeerde pad. Werenfried gaat nu ook kloosters bouwen. Vestigingen voor God rond het IJzeren Gordijn. Het eerste fort van God staat in Fulda. Het is een Kapucijnenklooster. Het moet het eerste worden van een lange rij aan het front van de Koude Oorlog. Het onmiddellijke doel was de buitengewone zielzorg in deze protestantse gebieden waar katholieken gekomen waren. En het doel in de verte was de doorbraak naar het oosten. Ik heb dus al in 1949 dus heb ik al geschreven over de dag van de open deuren. Als die open gaan, dus dan moeten we gereed staan met kapelwagens, met priesters, met sacramenten, met evangelie, met bouwgezellen enzovoorts om naar het oosten te trekken. Hè? En dus die voorbereiding die moest gebeuren in die kloosters. En dus ieder klooster kreeg al een gebied aangewezen. In Oost-Europa. Want ik heb gezegd, als wij ons niet klaarmaken, dan gaat God dus dat wonder niet doen, dus dat communisme in elkaar stort. En dus wij moeten eerst alles doen wat wij kunnen doen en dan kunnen zij, God, nu zijn we klaar, nu zijn de gij aan de beurt, vooruit. Hè? En dus dat heeft te lang geduurd. De vluchtelingen uit het oosten leren weer een friete nood kennen van de kerk achter het IJzeren Gordijn. Na de Hongaarse opstand van 1956 kent zijn organisatie een nieuw hoogtepunt. Maar hij wil ook achter het gordijn zelf kunnen werken. We hebben ontzaggelijk veel kunnen doen, omdat de communisten dus deviezen nodig hadden. Deviezen die konden wij bezorgen. Die hadden agentschappen hier in het Westen, daar kon je coupons kopen.
voor $100, voor $1000, voor $10000. Dus dan kon je, en dus dat geld moest je hier deponeren. Dat stond ter beschikking van de communistische regeringen in het oosten. Hè. Die deden daar god weet wat mee. Hè. Dus spionage misschien, of ze kochten westerse techniek of zoiets. Dus weet ik niet wat ze. Maar in ieder geval staat er een voordeel bij, anders zouden ze het niet gedaan hebben. Maar dus wij konden die coupons konden wij sturen naar bisschoppen en priesters. Hè. En die konden met zo'n coupon konden zij voor $100 of voor $1000 konden ze cement kopen, ijzer kopen. Dus dingen die ze nooit kregen om hun kerken te restaureren. Want de kerken waren in verschrikkelijke slechte toestand. En als een kerk dus te bouwvallig was, werd die door de communisten gesloten. En dan zeiden ze, dit is te gevaarlijk voor de mensen, dus de kerk moet gesloten worden. Als een kerk gesloten was, dat betekende het einde van het sacramentele en godsdienstige leven in een hele parochie, een hele stad. Want het was niet geoorloofd om de mis te doen in een privaatwoning of in een zaal. Alleen in de kerk. En als de kerk gesloten was, en dus wij moesten die kerken redden. En dat konden we doen met de devise. En dus zo hebben we duizenden kerken hebben gered. Hè? Duizenden kerken. In oktober 1962 begint het Vaticaans Concilie in Rome. Voor Werenfried is dat het begin van een gevaarlijke tijd. De pausen Johannes en Paulus zijn mannen van de dialoog, ook met de communisten. Toen begon al dus de Vaticaanse Oostpolitiek. En dus de mening, het communisme zal nog zo lang bestaan, daar moeten we modus vivendi mee vinden. En dus ik was daardoor goed gedocumenteerd. En heb dus deze documentatie dan ook goed kunnen gebruiken. Dus in de stootrichting van ons werk. Hè. We hebben nooit de illusie gehad, hè, dat een modus vivendi met het communisme mogelijk was. Wel, ik denk dat hij zo redeneerde. De diplomaten van het Vaticaan, laat die proberen te praten. Mijn taak is niet direct een diplomatenrol te spelen. Ik moet eerst de doctrine zuiver houden en zeggen met het communisme praat je niet. En ik moet op het terrein zorgen dat er iets gebeurt. Vooral in het contact met de kleine mensen, met het volk. Dat was de grote angst, hè? Dat de diplomaten concessies zouden doen, dus die niet beantwoorden aan de werkelijkheid. Hè? En zodoende was ik nogal betrokken in de Oostpolitiek. En ook, dus had ik tegenstanders natuurlijk in Rome. Maar ik heb dus altijd met de paus heb ik dus goed gestaan. En Paulus VI, dus die dus zeker sterk onder invloed van Casaroli stond. Kardinaal Casaroli stond, die de staatssecretaris was. Hè. En dus die heeft me geroepen. Met hem heb ik een uur gediscuteerd over de Vaticaanse Oostpolitiek, die ik dus niet helemaal juist vond. Hè. Werenfried en Oostpriesterhulp krijgen de tijdsgeest tegen. Hij wordt een sta in de weg voor de dialoog met de communisten. Er wordt gefluisterd dat Oostpriesterhulp eigenlijk alleen maar door de CIA wordt rechtgehouden. Iemand had gezegd, Werenfried, waar hij daar geld vandaan heeft. Dus hij heeft geld met hoop. Ja, op het ogenblik halen wij ongeveer $70 miljoen per jaar op. Dus zijn nogal inkomsten. En dat komt alleen, we hebben geen reserves, dus we krijgen veel geld. En dus die begreep dat niet. En die had dan gezegd, dus ik denk eigenlijk ook dat die van de CIA, dat die daar subsidies van krijgt. Nou, van de CIA heb ik niks nodig, want mijn collectors waren beter dan de beste subsidies die ik van de CIA had kunnen krijgen. Dus dat hebben we nooit gedaan. Bij mijn weten heeft hij nooit contact gehad met de CIA. Dat is een verhaaltje geweest wat in de wereld gezet geworden is. Zoals veel geruchten erin komen, wel is het een feit geweest dat ik bijvoorbeeld, wanneer wij dus priesters van achter het ijzeren gordijn probeerden naar hier te halen, heb ik nooit contact gezocht met de CIA. Wel één keer, geef ik grif toe, met de Duitse Sicherheitspolizei in München, om te bespreken op welke wijze wij het best en zonder de minste risico's mensen van achter het ijzeren gordijn naar het westen konden brengen. Is dat dikwijls gebeurd? Nee, dat is niet dikwijls gebeurd. Dat is, bij mijn weten is dat twee keer gebeurd. Eén keer dus een Kroaat uit Joegoslavië en één keer een Jezuïet uit Bulgarije.
In 1964 wordt Kerk in Nood verheven tot pauselijk werk en verhuist het internationaal secretariaat naar Rome. Werenfried voelt zich er niet thuis. Italië gaat door heel woelige linkse jaren 70 en ook de katholieke kerk verandert onherkenbaar. Werenfried wijkt uit naar Königstein, waar het vroeger allemaal begonnen was. In het gebouw van het voormalige seminarie richt hij een internationaal hoofdkwartier in, waar alle activiteiten van Kerk in Nood Oostpriesterhulp gecentraliseerd worden. 51. Was there, Ja. Mama de Christen. I was the first who, as he was there, and later he was president of Caritas Internationalis. Hè? Werenfried verdwijnt in de luwte van de tijd, maar zijn organisatie met haar wortels in de jaren 40 en 50 gedijt wonderwel. Het wordt een geoliede machine, onder andere beheerd door Antonia Willemsen. We hebben 10.000 aanvragen per jaar ongeveer, waarvan we er 7.500 tot 8.000 kunnen honoreren. Pater Werenfried heeft zich uit de directe administratie teruggetrokken. Hij heeft dat eigenlijk nooit intensief gedaan. Dat heeft hij aan anderen moeten overlaten. Als u weet dat hij vroeger tot 90 preken in de maand had, ja, wanneer zou hij zich om het kantoor moeten bekommeren? Dus dat was ook vroeger niet mogelijk. Maar wij hebben hier in het kantoor, ook in de Nationale Secretariaten, zeer bekwame mensen die zich dus bezighouden met de beoordeling van de projecten. We hebben een generale raad die de hoogste verantwoordelijkheid heeft in het werk en die ook de richtlijnen geeft over hoe het geld besteed moet worden. Werenfried wordt een wereldreiziger. Hij ontdekt de derde wereld, eeuwige leverancier van alle soorten vluchtelingen en behoeftigen. Hij reist veel in Latijns-Amerika en veroordeelt er in één adem het harde kapitalisme en de bevrijdingstheologie. Oude anticommunisten sterven nooit, ze veranderen alleen van continent. De onvermoeibare Werenfried gaat ook nog in Afrika aan de slag. In Zaïre sticht hij de Orde van de Dochters van de Verrijzenis, een kloosterorde die zich toelegt op alfabetiseringswerk onder de vrouwen. Terwijl de laatste generaal van de Koude Oorlog de wereld rondreist, voltrekt zich in Europa het wonder waar hij al jaren op hoopt. Het ijzeren gordijn scheurt. De sloop van het communisme is meebewerkt vanuit het Vaticaan. Maar Werenfried heeft nauwelijks deel gehad aan dat werk. Zijn troepen zijn al lang gedemobiliseerd. Maar het Vaticaan kent de oude strijder nog wel. Hij wordt nu uitgestuurd om in Rusland de dialoog op gang te brengen met de orthodoxe kerk. En zo staat hij op een wonderlijke dag ineens op het Rode Plein, onderweg naar patriarch Alexis. Ik heb zijn vertrouwen gewonnen. Dus ik weet dat zeker. Hij zal niet alles doen en alles geloven wat ik hem zeg. Maar hij gelooft van mij dat ik niet de intentie heb om proselytisme te doen. En hij gelooft van mij dus dat de hulp die ik aan de orthodoxe kerk wil verlenen, dat die onbaatzuchtig is. Hè? En dat ik zelf op het standpunt sta dat de kerk met twee longen moet ademen. Met een oosterse long, de orthodoxe kerk, en met een westerse long. Dat zijn wij. En dus dat gelooft hij dat ik zo. Maar hij gelooft niet dat dit een algemene overtuiging is in de West-Europese kerk. Ik denk dat op dit ogenblik er een grote ongerustheid heerst in de kerken in Oost-Europa. Omdat men zegt daar de minder interessante waarden van het Westen, het consumerisme, met alles wat het betekent, de commercialisering, komt ook in Oost-Europa binnen. Gaat dat niet ondermijnen dat morele werk
waar Werenfried op hoopt. Dat is die vorm wie ze... Werenfrieds organisatie overleeft moeiteloos de schokken van de tijd. Ze kan beschikken over een schijnbaar eindeloze geldstroom van sympathisanten. En hoe onverzettelijk de oude soldaat ook is, hij is bijna 85, hij heeft wel begrepen dat hij vandaag niet meer met een megafoon op stap moet gaan. Vroeger had ik hele groepen van priesters, hè? Caravanen van priesters waar ik over kon beschikken en die dus met mij rondtrokken. Dat bestaat nu niet meer. En dus nu in Brazilië, waar ik nu van terugkom, dus daar hebben wij 25 minuten per week gratis zendtijd in een officiële zender voor heel Brazilië. En dat is een continent, hè? 25 minuten per week. Hè? En dus daarom hebben we hier dus die studio. Dus als ik nu iets te zeggen heb, hè, ik kan niet elke keer daar naartoe gaan, maar ik zit hier makkelijk in een stoel en er kan opgenomen worden. Zeg, wij hopen dat onze start in Brazilië dan ook ons in staat zal stellen om veel grote projecten die ik nog in mijn hoofd heb, dus om die te verwezenlijken.